Nou, wij noemen onszelf een inloophuis. We voelen ons echt een huis. We staan open voor iedereen uit Veghel, jong en oud. Maar we willen vooral ook een plek bieden aan mensen die dat ook echt nodig hebben. Van het kopje koffie, maar ook tot alle creatieve activiteiten. Bewegen, de tuin. Gewoon echt wat je in een huis doet. Ook samen koken, samen eten. Juist dan dat stukje geluk ervaren. Dat je hier met elkaar bent, dat je iets voor een ander kan betekenen. Spot On 040 is een vrijwilligersorganisatie die kinderen op de basisschool ondersteunt. Op allerlei manieren, afhankelijk van hun vraag. Zodat zij de stap zetten naar de middelbare school die ook bij hen past. Ik begeleid Milan. Ja, Milan die zat eerst op het speciaal onderwijs en ging toen naar het regulier onderwijs. En ik heb in ieder geval een heel schooljaar met hem opgetrokken. Op het eind van het jaar kreeg Milan zijn rapport. Hij kreeg een rapport niet alleen met cijfers, maar ook gewoon over zijn gedrag en over allerlei aspecten. En toen zag ik dat hij zeg maar, in dat hele jaar op al die aspecten echt gewoon enorm gegroeid was. Ja, dat vond ik wel gaaf om te zien. Kids Plus is een huiskamer voor kinderen hier uit de wijk Woenselwest. Waar kinderen na schooltijd en twee keer in de week tijdens de lunch naartoe komen om hier samen te zijn. Eigenlijk is het een huiskamer waar ze gewoon komen. Vaak zijn het kinderen waar het gewoon goed voor is als ze even niet thuis zijn. En de activiteiten zijn eigenlijk heel divers. Knutselactiviteiten, ze koken met de kinderen. En er was op een gegeven moment een meisje die is mee gaan bowlen. En die was naar mijn collega toegekomen en die had gezegd, dit is de mooiste dag van mijn leven. Iedere keer als ik hier naar buiten loop, dan denk ik, oké, ik heb weer bij kunnen dragen aan hun welzijn. En dat geeft gewoon een goed gevoel. De stichting Joiners pakt eenzaamheid onder jongeren aan. En we kaarten eenzaamheid onder jongeren aan. Eenzaamheid onder jongeren is een heel groot probleem, wat heel erg onderbelicht is. Terwijl toch ongeveer 200.000 jongeren in Nederland zich chronisch eenzaam voelen. En wij vinden dat er meer aandacht voor mag zijn, zodat die jongeren weer kunnen meedoen aan de maatschappij. We denken van jongeren, oh, die hebben contact met anderen, die zijn altijd happy. Maar de realiteit is dat heel veel jongeren diepgaande relaties missen of gewoon contact missen om leuke dingen mee te doen. En ze hebben daar zoveel last van dat ze daar depressief van kunnen raken, suïcidale gedachten van kunnen krijgen zelfs, misschien wel verslaafd raken. En daarom is het heel erg belangrijk om in de preventie iets te doen om dat, al dat te voorkomen eigenlijk. Toevallig zat ik afgelopen vrijdag, waren er twee jongeren bij Talkshow M te zien. En een van die jongeren die zei na afloop tegen mij van, Jolanda, je kunt je niet voorstellen hoe erg mijn leven is veranderd sinds ik met Joiners heb meegedaan. Als ik eerlijk mag zijn, ben ik best wel trots, want toen wij begonnen in 2016, toen was het eenzaamheid bij jongeren was totaal geen besproken thema. De overheid kwam met een programma voor eenzaamheid onder ouderen. En toen voelde ik me nog harder geroepen om me in te blijven zetten voor deze jongeren. En als ik dan nu zie dat de meeste gemeentes eenzaamheid bij jongeren al op de agenda hebben staan en ook steeds meer met ons samenwerken, we lopen eigenlijk over in de aanvragen daarvan, dan maakt het me wel trots dat we zoveel jongeren kunnen helpen. iSupport heeft ons enkele jaren geleden gesteund en toen waren we nog een stuk kleiner. En die steun heeft ons geholpen om te groeien en om verder te professionaliseren. Nou, wat iSupport heeft bijgedragen eigenlijk in de afgelopen tijd, was juist in de opbouw de tuin. Dat was echt één grote chaos en daar hebben we nu een prachtig groot terras aangelegd. Helemaal in het begin hebben we ook een website kunnen bouwen die er echt goed uitziet. Die echt eigentijds is, die laat zien wat we hier allemaal doen. En het laatste grote project wat we hebben kunnen doen is het leggen van de zonnepanelen. Met bijdrage van iSupport onder andere. En dat scheelt ons enorm, want het zo'n groot pand, dat leverde nogal wat kosten. En nu kunnen we zometeen echt budgetneutraal gaan draaien. Dus dat is echt heel fijn. Nou, iSupport is hartstikke belangrijk. Wij zijn vrijwilligers en wij krijgen daar geen vergoeding voor. We vonden het wel heel erg belangrijk om een eigen plek te hebben. Ja, een plek kost geld, huur, servicekosten. En daar heeft iSupport ons enorm bij geholpen.
Eindhovenaren betekenen iets voor andere Eindhovenaren. Hè? Dus het gevoel, hè, dat je er niet alleen voor staat. Stichting iSupport betekent nu voor Kids Plus dat we kunnen gaan kijken sowieso naar een nieuwere inrichting van het pand. Om het nog gewoon wat knusser en huiselijker te gaan maken. En het betekent ook voor Kids Plus om net wat meer bijzondere uitjes te kunnen doen in de vakanties. Dus bijvoorbeeld te gaan bowlen of naar de film met de kinderen. Of ja, misschien nog wel wat grotere uitjes die zij vanuit thuis niet kunnen doen. Die kunnen wij dan wel gewoon met de kinderen gaan doen.